Het Dordrechts Museum bestaat 175 jaar en viert dat met een feestelijk overzicht van het mooiste werk van Aart Schouwman. De tentoonstelling heet Een Koninklijk Paradijs en dat slaat op behangsels uit Paleis Huis ten Bosch. Maar Schouwman maakte veel meer dan dat. Een beetje aristocraat had tenminste één schouwmannetje aan de muur hangen. Ja, dit is een naturaliekabinet. Dit is zoals men in de 18e eeuw zich wilde omringen met vooral voorwerpen uit de natuur. Maar dus ook met zo'n mooi groot schoorsteenstuk van Schouwman zelf, met exotische beesten. Dat is typisch Schouwman. Dat is heel kenmerkend voor Schouwman, dat hij het interieur eigenlijk wilde versieren en dat de elite zich wilde omringen met dat soort fraaie, aangename, parkachtige landschappen vol vogels. Vogels dus. Ook andere dieren en landschappen, maar vooral vogels. Schouwman heeft echt de mooiste vogelaquarellen gemaakt en hier zijn enkele van de allermooiste te zien. Dus ja, dat is echt een feest om dat zo bij elkaar te zien. En natuurlijk een hele leuke inrichting met zowel vogels op de tekeningen als echte opgezette vogels. Geeft een hele leuke sfeer. Welkom in het Vogelkabinet. Zijn dit de topstukken? Ja, dit is de absolute top van de tentoonstelling en ook de top van het werk van Aart Schouwman. Het is het mooiste wat hij ooit gemaakt heeft. Het meest bijzondere ook. Voordat hij ze schilderde, bestudeerde Schouwman de vogels minutieus in de dierentuin van Willem de Vijfde. Ja, Schouwman is echt de beste dierenschilder uit de 18e eeuw. En wat vogels betreft is hij eigenlijk ongeëvenaard. Hij heeft de mooiste vogelaquarellen gemaakt. En die heeft hij eigenlijk gebruikt voor deze unieke kamer in het rond, zoals dat heet. Het vogelkabinet, waar dus zowel viervoetige dieren te zien zijn, maar vooral ook heel veel exotische vogels. En van een daarvan bestaat nog een leuke anekdote. Dat de vogel ook echt even kwam kijken toen hij getekend werd door Aart Schouwman. Dat hij even zijn kop om het hoekje deed. En zo heeft Schouwman hem ook vastgelegd. Er is een print van deze secretarisvogel waarbij hij in zijn geheel op staat zoals hier. Maar waarbij hij ook even zijn kop om het hoekje steekt. Alsof hij nieuwsgierig is naar hoe hij zelf wordt uitgebeeld. En bent u ook nieuwsgierig geworden? Vanaf zondag kunt u terecht in het Dordrechts Museum.